We hebben nog heel even geduld nodig, want het is bijna zover. De nieuwe knokkengif komt eraan. Er komt een uitdaging waarmee je zeg maar de nieuwe knokken kan vrijspelen. Op dit moment is het nog 3 dagen en 2 uur. Als deze video online komt is het iets minder. Maar ik hoop zo dat ik die nieuwe knokkengif ga vrijspelen in deze uitdaging. Er is alleen één probleempje. Je hebt 15 wins nodig om het te halen. Meestal haal ik het wel. Maar ik hoop ook echt dat ik nu dit ga halen. Want alle pro's gaan dit ook doen. En ik zag ergens een keertje iets van Brawl Stars dat maar 1% van alle spelers de 15 wins daadwerkelijk ook haalt. Dus dat is heel weinig. Dat is maar 1 op de 100. Natuurlijk zijn er enorm veel spelers, dus dan alsnog hebben heel veel mensen gif. Maar het zijn zo weinig mensen in verhouding, zeg maar, die hem uiteindelijk gaan krijgen. Maar ik hoop zo dat ik een van die mensen ben, want anders moet ik een week wachten. En het probleem dan is dat ik op vakantie ben. Dus ik kan hem nu vrijspelen. Maar als ik hem niet vrijspeel, een week later ben ik op vakantie. Dus misschien moet ik dan wel iets doen tijdens mijn vakantie om hem dan alsnog te krijgen. Misschien een doosopening. Maar hey, dat zien we tegen die tijd wel. Ik hoop in ieder geval dat ik hem ga vrijspelen tijdens die challenge. Daar gaan we natuurlijk ons best voor doen. En waar ik nu mijn best voor ga doen, is even zorgen dat we opdrachten gaan voltooien. Even trofeeën roven, die opdracht voltooien. Met Baron in overval. Dan verdienen we gewoon lekker even wat grote dozen. En met die grote dozen kan ik natuurlijk misschien gifs, gadget of sterrenkracht krijgen. Ik heb nog allemaal krachtpunten hier. Echt best wel wat om eerlijk te zijn. En die kan ik allemaal meteen inzetten op gif. Dus ik kan gif meteen wel best wel wat upgraden. Maar ik hoop dus ook dat ik dan uit die grote dozen een gadget en sterrenkracht kan krijgen. Dus we gaan nu gewoon lekker dozen sparen voor de nieuwe knokkengif. En dan gaan we ook even trofeeën roven doen. Want dat vind ik namelijk best wel een leuke game mode. En ik heb dus nog maar 1 win nodig. En dan heb ik dat ook voltooid. Maar voordat we verder gaan, doe dat duimpje omhoog. 5000 likes en tof zijn als het gaat lukken. Dus like ook als je zin hebt in een nieuwe knokkengif. Ik denk echt dat die overpowered gaat worden. En mocht je me trouwens willen supporten, gebruik natuurlijk die code Bouws in de shop. En check Bouws.nl voor je Bouws Army kleding. Maar laten we maar beginnen met trofeeënroof. En een van de knokkers die ik hier heel chill vind is Edgar. Oh nee, ja, Edgar is trouwens wel heel chill. Maar ik bedoel Search. Edgar is sick OP, maar Search is misschien net zo goed. Want met Search kan je teleporteren. En dan kan je in één keer door het muurtje heen teleporteren. Kan je die trofee pakken en dan vervolgens kan je die over een muurtje teruggooien. Moet wel een van je teamgenoten, zeg maar, dan vervolgens afmaken. En dan heb je bijvoorbeeld meteen een goal. Dus dat is nice. Ik zit hier ook meteen tegenover een andere Search. Ja, die denkt natuurlijk hetzelfde erover. Gewoon een 1 versus 1 gevecht tegen een andere Search. Kom dan, Search! En ondertussen wordt er daar gevacht. Kan mijn teammate dat ding pakken? Nee, dat helaas niet. Oh, dat deed die Search wel slim. Dat deed die Search slim. Oké, maar ze hebben nog niet onze trofee. Oh nee, gelukkig niet. Die moord zat hem heel eventjes, maar die... hij staat nog steeds in ons gebied. Dus daar hebben ze niet zoveel aan. We moeten even zorgen dat wij hier gaan pushen. Ik moet gewoon een keertje, zeg maar, de ruimte hebben om hem daar te kunnen pakken. Ik heb... oké, dit is in principe wel nice. Ik heb nu mijn super. Dus dat is chill. Oh, nice. Dit is heel lekker. Dit is heel lekker. Ik zou even teleporteren. En ik kan mijn super gewoon houden. Teammates, is er iemand? Ik zal even hier en dan zal ik hier teleporteren. En dan hopende ik dat het zo goed zo gaat. En het gaat goed. Teammates, kan hij hem nog pakken? El Primo, zet je super in. Zet je super in. En kan hij hem nu scoren? Ja, nice. Oké, okay, kijk, dat is dus waarom Search OP is. Ja, oké, okay, nice. Oh, wat een mazzel. Hij kwam achter het muurtje weer. Oké, okay, ik heb nu mijn super. Ja, die Search die weet dat ook natuurlijk. Misschien dat die Edgar hem kan gooien. Dat zou chill zijn, dat gebeurt helaas niet. En nu moeten we eigenlijk een beetje uitkijken. Ja, hoe ga ik dit doen? Ik kan het natuurlijk proberen. En dan gewoon meteen mijn super inzetten. En dan kan ik hem in ieder geval gooien. En dan met een beetje mazzel kan een teammate hem daar verder overnemen. Nee, denk het niet. Nee, denk het niet. Nee, die waren volop bezig aan het verdedigen. En nu is het wel een beetje shit. Nu zijn mijn teleports op. Dus ik ga nu gewoon iets meer in de verdediging. En dan hoop ik dat mijn teammates iets meer kunnen. Oeh, die andere Search is trouwens maximaal level. Dus dat is wel een beetje shit. Oh, dat deed hij wel goed. Oei, 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 oei. Oh, nee, 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 nee. Oh, dat was slim gedaan. Dat was slim gedaan. Ah, hij verdedigt goed die El Primo. Dus ik heb helemaal geen slechte teammates. Ik zelf doe het alleen nu iets minder. En gaat dit nog goed? Oh, joi, 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 joi. Ik denk dat we nu eentje tegen gaan krijgen. Denk ik. Ja, 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 ja. Inderdaad, inderdaad. Ons muurtje was ook helemaal weg. En dat is vreselijk irritant. Moet hier even hits doen. Ja, top. En misschien dat het dan toch nog goed kan komen. Oké, okay, het is nu extra tijd. Oei, 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 oei. Ik ben in ieder geval 2 levels hoger. Dus dat is chill. Dan heb ik in ieder geval dezelfde range als wat die andere Search heeft.
Dus dat is heel relaxed. En oké, één hit. En moeten die Mortis even zien te verdedigen. En ja. Oké, top. Top. Ik ben nu maximaal level. Dus dat is even heel chill. Oké, dat was ook weer even een hit op die Surge. We moeten die Surge even killen. Want dat die gewoon weer even een level lager wordt. Dat zou heel relaxed zijn. Maar ja, ik moet nu even levens erbij krijgen. Ik zal ondertussen trouwens hier eventjes gaan verdedigen. En hopelijk gaat dat goed. En nee. Oh, ze kwamen in één keer met z'n drieën erdoor. Ah, shit. Oké, het eerste potje helaas verloren. Ja, ze zitten daar nu een beetje te spinnen, maar daar kunnen we niks tegen doen. Oké, nou, ik ga even het volgende potje voor mezelf spelen. Hopelijk gaan we die wel gewoon winnen. Want ik heb nog gewoon één win nodig. Anders krijgen we natuurlijk die 1000 tokens niet. En die wil ik natuurlijk wel krijgen. Nou, hè, eindelijk. We gaan nu eindelijk eventjes winnen. Oh, dit heeft veel te lang geduurd. We hebben nu 3 potjes volgens mij op rij verloren. Ja, dus ik zit nu weer onder de 750 trofeeën. Maar waar het om gaat is de 1000 tokens. Dus dat hebben we gehad. Die laatste 4 trofeeën, die push ik er binnenkort wel weer een keertje bij. We zaten zelfs even onder de 37.000 weer. Maar hey, we hebben nu 2 gratis grote dozen erbij. Dus dat is normaal toch even 60 edelstenen. Nou, weet je, dat is toch ongeveer 4-5 euro wat ik nu even gratis heb verdiend. Hey, door gewoon te spelen, hè. Door gewoon te spelen. We gaan nu eventjes met Byron spelen in over. En je hebt hier map van de dag. Dat was best wel een grappige map. Dan heb je allemaal boosten. Dus we gaan even hier met Byron spelen. En dan zorg ik ervoor dat ik eventjes... Wat moest ik doen met Byron? Met Byron moest ik schade doen. In overval moet ik levenspunten herstellen. Maar beide opdrachten heb ik al redelijk ver voltooid. Weet je, ik dacht dit is net zo handig om gewoon alvast wat voorbereiding te doen. Zodat ik tijdens de opname niet te lang bezig ben. Maar ja, dat heb ik al verknooid. Door 3-4 potjes te verliezen. In een nieuwe game mode. Maar hey, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. Dus nu gewoon even zorgen dat ik damage doe en levenspunten herstel. Dit is zulke chaos, jongens, zo map. Het is ook zo lastig richten. Het richten wil echt bijna niet. Dat is echt heel ernstig. Oké, ik heb nu wel mooi wat damage gedaan. En hier ook gewoon weer damage. Ik kan even hier. En dan kan mezelf even healen. Maar echt heel goed helpt dat nou ook weer niet. Ja, ik doe wel damage hier of zo. Maar het is nou niet dat je denkt... Ja, hiermee ga je de oorlog winnen. Nee, dat zeker niet. Weet je wat? Ik ga deze pakken. Dan doe ik misschien wel veel damage. Dus ik ga deze pakken. En dan kunnen we nu even aanvallen. Kijk, dat doe ik. Toch weer even iets meer damage. En we hebben gewonnen! Kijk, het kan wel. We kunnen wel winnen. Oké. Oh, ik heb beide opdrachten bijna voltooid. Ik heb 18.000 schade gedaan. Ik moet nog minder dan 5.000 schade doen. En minder dan 4.000 levenspunten herstellen. En dan heb ik die 2 opdrachten voltooid. Dus ik denk in het volgende potje dat ik wel die 1000 tokens ook ga krijgen. Het zou wel ziek zijn als ik 2 keer met Byron kan winnen. En ik moet nu tegen een andere Byron. Lol. Misschien komt het ook gewoon dat hij ook gewoon zijn opdrachten aan het voltooien is. Dat kan natuurlijk, hè. Want iedereen heeft natuurlijk die opdracht. Ah, oh, dit is zo irritant als Byron zijnde. Als je die dingen van daar achter je aan hebt. Oh, ik heb hem nu wel dood, denk ik. Moet nu even uitkijken. Kan dit natuurlijk wel goed voor mijn levenspunt herstellen. Dus dat is wel chill. Ik zal even mijn gadget aanzetten. Ah ja, ik kan beter in de verdediging dan echt aanvallen. Oh, dan komt er... Oh nee, we gaan dit sowieso verliezen. Ja, heb ik nu wel de opdrachten voltooid? Heb ik nu de opdrachten voltooid? No, die levenspunten herstellen heb ik niet eens voltooid. Die Penny die wil nog een keer spelen, terwijl dat we zo slecht gingen. Maar met Byron heb ik de opdracht wel voltooid. En het maakt niet uit dat je verliest, aangezien je toch... Ja, toch geen trofee in de min krijgt. We hebben dus nu alleen nog maar herstellevenspunten. Die in belegering die laat ik. Dat zijn ook maar 250 punten. En dan heb ik bijna alle opdrachten weer voltooid. En de Brawl Pass is al best wel lang uit. Dus dat is wel ziek. We doen nog 1 laatste potje. En dan ga ik wel even met de knokken spelen die wel wat beter is in deze map. Dat is wel iets leuker. We gaan wel even een laatste potje doen met Bas. En dan hebben we toch eventjes 4 gratis grote dozen verdiend. En ja, zoiets ongeveer. En ik heb natuurlijk ook nog die tokens verdiend die je elke dag krijgt. Elke dag krijg je 200 tokens. Maar die had ik al gekregen door het voorbereiden van deze opdrachten, zeg maar. Maar als je die meetelt, dan zijn toch in totaal 400 tokens erbij. Want ik heb natuurlijk standaard tokenverdubbelaar. Dus in principe, denk ik prima. Oké, we kunnen hier even hits doen. Ga ik helaas wel dood. Ik moet eigenlijk mijn echte super hebben. Niet die via mijn gadget. Want dat is zoveel chiller. Want dan kan je tenminste even verdedigen. Ja, kijk, nu kan die bijna helemaal niks meer. Nu even hier weer mijn super. En ah, die super van Shelly is ook wel goed.
Oké, kom hier dan, Shelly. Boom. Boom, 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 boom. En dan hier weer even mijn super. Oké, ik heb nu genoeg verdedigd. Ik ga nu even meehelpen aanvallen. Met de hoop dat we hier nu de boel neerkrijgen. Maar niet dat Shelly zijn super heeft. En die super krijgt hij zo snel hier zo. Shelly is echt veel te goed. Dat slaat helemaal nergens op. Oké, hier even hit, hit. Ja, nice. En ik zal wel eventjes gaan verdedigen. Oh nee, dat is nu niet meer nodig. Ik kan eventueel mijn super hier weer gebruiken. We hebben eigenlijk die robot nodig aan hier aan deze kant. Oké, hier even hit, 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 hit. Oké, dit gaat nog goed, dit gaat nog goed. Even mijn super. Oh, dat had niet heel veel nut. Die Shelly blijft zijn super bij krijgen. Oh, nice, ik heb hem gekild. Gaan we nog winnen? Gaan we... Nee, net verloren. Ah, dat is jammer. Maar we hebben wel sowieso vet veel damage gedaan. Dus die 400 damage die ik moest doen nog, makkelijk gehaald. Dus dat is mooi. Dan hebben we die 500 tokens er ook bij. Nou, helemaal bewerkt. Hebben we mooi wat grote dozen alvast klaarstaan voor gift. Plus al die krachtpunten. Ik denk dat ik gift dan sowieso best wel snel maximaal level wel kan krijgen. Het enige probleem is dus dat ik nog die uitdaging moet halen. En ik hoop dat dat gaat gebeuren. En ik hoop dat het gaat lukken. Maar daar gaan we achter komen. Weet je, dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl. En word lid van de Bouws Army. Let's go!